bij deze nieuwe video. Jongens, wat vinden jullie van mijn haren? Oh my gosh, obviously is dit weer een pruik. Maar is het niet echt de mooiste pruik ever? Kijk even hoe lang deze haren zijn. En de kleur is zo mooi. Oh my gosh. En I love the pony. Ik ben echt obsessed. En het mooiste eraan, hij is echt 20 euro. Het is gewoon een 20 euro pruik. Dat is echt niet te zien. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving. Hij is gewoon van AliExpress. Maar het is echt de mooiste pruik ever. Een beetje zo van die Beyoncé haren of zo. I love it. Maar goed, ik post deze video op zaterdag in plaats van zondag. Want ik wilde hem plaatsen echt op de laatste dag van het jaar. En dat is vandaag zaterdag 31 december 2022. Nou, het hele jaar is over jongens. Hoe is iedereen's 2022 gegaan? Stiekem ben ik blij dat het over is. Want voor mij was het niet echt het beste jaar. Dat heb ik ook in een andere video verteld. Ik hoop dat 2023 echt een prachtig jaar gaat worden voor iedereen. En ik hoop dat jullie vanavond een hele fijne jaarwisseling hebben. Let me know in de reacties wat jullie allemaal vanavond gaan doen. Ik ga gewoon naar familie toe. Maar in ieder geval, ik wilde dus nog als laatste video van het jaar mijn favoriete make-up laten zien aan jullie van dit hele jaar. Deze video maak ik ook elk jaar aan het einde van het jaar. En dan ga ik gewoon eventjes af wat ik nou persoonlijk echt de beste producten vond dit jaar. En dan allemaal make-up producten. En het meeste ervan is echt make-up die pas dit jaar is uitgekomen. Maar een aantal dingen heb ik ook gewoon pas dit jaar ontdekt. Maar die zijn er al wel eventjes. Maar die wil ik ook gewoon laten zien. Want ja, het zijn gewoon echt mijn faves. Dus pak je portemonnee er maar weer lekker bij. We gaan nog wat geld spenderen deze laatste dag van het jaar. Want echt deze producten vandaag jongens, echt fantastisch. Ik heb er ook een aantal vandaag gebruikt voor deze mooie make-up look. En ik raad echt alles aan. Dus als jij houdt van make-up en nog op zoek bent naar goede make-upjes, dan blijf vooral eventjes kijken. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh jongens, ik ben echt obsessed met deze haren. Deze ga ik nou echt elke dag op hebben. Oké, nou laten we beginnen jongens. Ik heb hier de hele lijst met alle producten. Het is op zich niet echt heel veel. Je zou meer verwachten, maar ik heb echt alleen maar echt mijn favorieten gepakt, die ik echt heel goed vind. Er is nog een heleboel andere make-up die ik afgelopen jaar heb ontdekt en ook gewoon goed vind, maar dit zijn echt de toppers. Dus vandaag, het gaat echt alleen maar om de toppers. Het is allemaal make-up, maar ik wil toch beginnen met één product vandaag dat geen make-up is en dat ik dus ook het afgelopen jaar heb ontdekt en zelfs samen meewerk. En dat zijn de Waifu Shakes. Als je mij volgt, heb je het al gezien. Deze heb ik een aantal maanden geleden ontdekt en toen vroeg ze aan mij of ik met hen wilde samenwerken. En aangezien ik de shakes fantastisch vond, wilde ik dat doen. Dit zijn maaltijd shakes. Eén zo'n shake is één maaltijd. En ik heb hier mijn fave smaak chocola. I love it. Het heeft slechts 500 calorieën in zo'n flesje. 26 vitamine en mineralen. Hoge eiwitgehalte. Vezels. Glutenvrij. Zonder toegevoegde suikers. En het geeft echt een verzadigd gevoel voor zeker 4 tot 5 uur. Ik vind deze echt fantastisch. Deze drink ik als ontbijt of als lunch. Ideaal voor onderweg. Of als je haast hebt. Of als je niet echt eetlust hebt, maar wel energie moet hebben. Dat heb ik vaak. Vooral in de ochtend, dan kan ik gewoon niks normaals eten. Dus is zo'n shake ideaal. Dus ik raad deze zeker aan. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die staat hier en ook beneden in de beschrijving. En je hebt ze echt in heel veel smaken. En leuk nieuws, ik mag er ook een aantal aan jullie weggeven vandaag. Yfood verkoopt namelijk ook taster pakketten. En dan heb je gewoon één heel pakket met 5 verschillende shakes in 5 verschillende smaken. En is echt een ideaal pakket om mee te beginnen. Om eventjes te zien welke smaken jij lekker vindt. En vooral ook welke jij niet lekker vindt. En ik heb dus hier heel zo'n pakket met 5 verschillende shakes die ik ga weggeven aan een van jullie. Hoe kun jij nou zo'n pakket winnen? Like deze video, abonneer op mijn kanaal en laat gewoon een reactie achter onder de video om te laten weten dat jij wilt winnen. En heel belangrijk, laat ook jouw Instagram naam achter, want de winnaar krijgt daar een berichtje. Ik maak de winnaar bekend over exact 1 week. Dus ik begin gelijk de video leuk met een leuke winactie. Nou, laten we snel verder gaan. Nou gaan we beginnen met de make-up. En ik ga beginnen met 2 fantastische oogschaduwpaletten. Dit jaar was niet echt een oogschaduwjaar. Niet heel veel qua paletjes happening. Maar 2 vind ik echt fantastisch. Waarvan ik er 1 vandaag heb gebruikt voor deze ogen. En je kunt het misschien al wel raden. Maar dat is het Huda Beauty Empowered paletje. Oh my gosh. Ik heb hier ook een hele video over gemaakt. Mocht je echt een hele uitgebreide review hierover willen zien. Maar dit is dan het paletje. Kijk even deze kleuren. Echt super duper mooi. Ik heb vandaag deze glanzende kleur op mijn ooglid aangebracht. Echt fantastisch. Die glanzende kleuren zijn echt wauw jongens. Ik zal even een paar swatchen. Ook de kleur die ik vandaag heb gebruikt. Deze. Kijk even dit.
Dit is echt fantastisch. Dit is zo ontzettend mooi. Het is echt niet te doen en het blendt fantastisch. Het kost wel wat, maar het is echt de prijs waard. Ik vind het echt fantastisch. De kleuren zijn ook heel mooi voor echt zo'n hele mooie glam look of een meer everyday look. Je kunt doen wat je wilt. En deze twee kleuren hier zijn creams. Dus echt een super, super mooi en handig paletje. En ook echt een aanrader. I love it. Fantastisch. En het tweede paletje, en dat is van Anastasia Beverly Hills. Het Nouveau paletje, als ik het goed uitspreek. Dat is deze. En deze is ook echt super mooi. Hele andere kleuren dan die van Huda Beauty. Deze heeft meer herfstkleuren. Een beetje groenig, bruinig. Kijk even ook hoe mooi deze kleuren zijn. Ook hierover heb ik een hele uitgebreide video gemaakt. Mocht je die willen zien, daar heb ik een hele mooie look gemaakt met dit paletje. En echt ook weer fantastisch. De kwaliteit is zo goed. Ook deze kost wat. Maar ik vind het ook weer zeker de prijs waard. Echt topje als je van dit soort kleuren houdt. Dus qua kleuren echt twee hele verschillende paletjes. Maar allebei echt fantastisch. Dan heb ik één mascara die er dit jaar echt ver bovenuit stak. En dat was de MAC Stack mascara. Deze mascara, jongens, echt... I can't gewoon. Het geeft volume, het geeft lengte, het geeft krul. Het wordt niet klonterig, het wordt niet plakkerig. Het geeft helemaal niet af, het blijft goed zitten. Gewoon alles is gewoon goed aan deze mascara. En zelfs mijn mini wimpers werden gewoon lang en dik met deze mascara. Echt fantastisch, jongens. Dit is dan hoe die eruit ziet. Kijk, zo ziet hij eruit. En hij pakt echt elk kleine haasje, ook die zo hier zo in het begin. Hij pakt elk haasje echt goed vast. Het is echt fantastisch. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik raad hem echt iedereen aan. Oké, dan gaan we verder met foundation. Een van de meest gestelde vragen die ik altijd krijg is: welke foundation vind jij fijn? Ook dit jaar is er weer eentje die er ver bovenuit stapt. Die ik echt bijna elke dag gebruik. Terwijl ik heb er echt een heleboel. Maar toch breng ik heel de tijd deze aan. En dat is de Beautiful Skin Foundation van Charlotte Tilbury. Oh my goodness. Ik heb hem ook weer vandaag aangebracht. Ook hierover heb ik een hele video gemaakt. Mocht je meer info willen en hem echt zien in gebruik. Ik heb de kleur 8 Warm. Zoals je kunt zien is hij echt vaak gebruikt. Zie je dit? Hij is al gewoon bijna op, denk ik. Hij heeft zo'n handige pump. Deze is echt zo mooi. Hij heeft een mooie medium dekking. Hij is helemaal niet dikkig op de huid of zo. Het smelt helemaal in de huid. Het geeft echt de mooiste natural glow aan je gezicht. Gewoon alsof je gezicht van binnenuit straalt. En het is ook goed voor je huid. Want het heeft een aantal claims met echt de meest wilde percentages. Jullie gaan helemaal stuk. Wacht, ik ga ze even opzoeken. Er staat dat als je hem dus een tijdje gebruikt, je huid er 181% voller en gladder uitziet. 166% meer gehydrateerd. En 285% stralender. Ik ga helemaal stuk. Dit zijn echt de meest random getallen ever. Like, what the f. Maar ik moet echt zeggen, mijn huid is echt voller, gladder en vooral stralender. En hij is ook gehydrateerd, want ik heb een normaal te droge huid. Dus ondanks dat de claims qua percentages een beetje random zijn, sta ik er wel achter. Ik zie echt dat het mijn huid echt heel mooi maakt. Dus als ik nog maar één foundation kon gebruiken tot het einde van mijn leven, dan zou ik zeker deze kiezen. En dan is er ook een concealer die ik echt fantastisch vind en ook al heel vaak gebruik sinds ik hem heb. En dat is de nieuwe Huda Beauty Faux Filter Concealer. Ze hadden al een andere, maar die was niet zo. Die was een beetje dikkig en lag zo dikkig op de huid. Was ook heel droog en niet zo heel fijn om aan te brengen, maar had wel echt lekker veel dekking. Deze heeft ook lekker veel dekking en doet al die slechte andere shit niet. Dus hij droogt niet uit. Hij is gewoon makkelijk aan te brengen. En hij is super mooi. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt, zoals je kunt zien. Het maakt mijn huid helemaal smooth. Het verlicht, het bedekt en het blijft goed zitten de hele dag. Het heeft een matte naturel finish. Ik heb de kleur 4.3 en Cookie Dough. Ook alles wat ik vandaag gebruik, ik zet een linkje beneden in de beschrijving. Deze is echt fantastisch en het heeft echt de fijnste applicator ever. Hij is best wel apart, maar best wel groot. Dus je kunt echt zo makkelijk aanbrengen. En je hoeft niet veel aan te brengen. Ik ga er altijd echt één keer in. En ik breng hier een beetje aan. Hier. Op mijn neus, voorhoofd, kin. En ik ben klaar. Deze is fantastisch. Een volledige dekking zonder dikkig te zijn. Nou, dat is echt gewoon fantastisch. I love it. Oké, dan highlighter. Voor mij persoonlijk was dit jaar ook niet echt een highlight jaar. Ik ben er een beetje van afgestapt. Ik ging iets meer voor de matte look en niet echt highlight. Vooral niet meer op mijn wangen. Alleen nog een klein beetje op mijn neus en zo.
zo. Maar er is er dit jaar toch eentje die er al wel eventjes is. Die is dus niet nieuw. Maar ik heb hem pas afgelopen jaar ontdekt. En dat is dit Dior Highlight Paletje. En ik moet zeggen, jullie weten, ik ben absoluut niet de enige. Want iedereen vindt hem fantastisch. Ik heb de kleur 002 Glitz. En dit is echt de mooiste highlighter ever. En hij is zo mooi naturel. Wat ik altijd doe, is ik mix gewoon deze drie kleuren een beetje met elkaar. En kijk even wat voor mooie natural glow het geeft. Het is niet too much. Het is echt, als je houdt van een meer een natural glow. Ik heb hem ook op mijn neus en in de binnenste ooghoeken. En ik gebruik deze bruine kleur altijd een beetje ook als bronzing. Om het daar wat glanzender te maken. Maar deze is zo mooi. Oh my gosh. Kijk, ik mix gewoon altijd een beetje zo. Een beetje allemaal, maar vooral hier. En dan breng je het gewoon zo aan. En het blijft echt de hele dag zitten. Het is zo ontzettend mooi. En hij gaat super lang mee. Dit gaat echt nooit op gewoon. Dus deze is echt fantastisch. Oké, tot nu toe was volgens mij alles wat ik heb een beetje aan de high-end kant. Maar ik heb ook een heleboel betaalbare producten die ik jullie ga aanraden. En ik heb hier een contourstick. En die is van Naked. Meestal als een kledingwebshop of iets anders uitkomt met make-up, dan is het vaak niet zo heel goed. Maar deze is echt fantastisch. Dit is echt een hele goede contourstick. De kleur is echt heel mooi. Hij is heel mooi creamy. En ik heb er ook vandaag mee gecontoured. Hij is echt fantastisch. Ik heb een hele video gemaakt over een hele make-up lijn. Met een heleboel make-up van hun lijn. Niet alleen de contour. Toestek. Maar jongens, als ik jullie laat zien hoe makkelijk dit uitblendt wordt. Kijk even dit. Het blendt zo makkelijk uit. Het is wel een beetje donker en het is een heftige contour. Het is niet echt naturel of zo. Ik gebruik hem alleen bij echt een full glam look als vandaag. Maar hij blendt zo makkelijk uit. Ik ben echt in shock. En hij is lekker betaalbaar. I love it. Hij is echt fantastisch. Je kunt hem gewoon zo omhoog draaien. Dus dit is al heel snel een van mijn favoriete contour sticks geworden. Ik vind hem zelfs een beetje beter dan die van Fenty. Shocking. Dan heb ik ook wat lipproducten voor jullie. Ik heb een lipstick en een lipgloss. Slechts twee producten die ik jullie echt wil aanraden. En de eerste is wat ik nou op mijn lippen heb. De Essence Hydra Matte Lipsticks, jongens. Gewoon van Essence. Echt super cheap. Ik heb nu de kleur 402 op. Dit is de mooiste nude kleur ever. Ik vind heel deze lijn fijn. Maar vooral deze kleur. Jongens, ik weet niet of jullie ooit op zoek zijn gegaan naar een betaalbare nude lipstick. Een goede nude is bijna niet te vinden. Elke betaalbare nude is roze of oranje. Ze hebben gewoon nooit een goede nude bruine ondertoon. Behalve deze. Deze heeft dat dus wel. Het is echt een perfecte nude. Ik heb hem gecombineerd met mijn Morphe Sweetie Lip Pot. Een loodje, ook een van mijn faves. Maar dat is hij al 100 jaar. Maar deze echt wauw. En het is een Hydra Matte. Hij is dus helemaal mat. Maar hij voelt een beetje zacht aan. Hij voelt niet zo droog en mat aan op de lippen. En hij blijft de hele dag goed zitten. Jongens, voor de prijs. Hij is echt iets van 3 euro of zo. Is echt fantastisch. Ik heb ook een andere kleur. Ik heb hier ook de kleur 401. Die is een beetje meer paars. Die is ook echt heel erg mooi. Kijk deze. Ik vind ze allebei heel mooi. Maar echt vooral deze kleur. Deze bruine 402. Als je mijn huiskleur hebt, is dit echt een perfecte nude voor jou. En dan heb ik ook een favoriete gloss van dit jaar. En dat is de Lifter Gloss van Maybelline. Ik heb er hier twee. Dit is de clear kleur. En dit is de kleur 005 Petal. Deze is super mooi. Hij heeft super veel pigment. Kijk. Kijk even dit. En hij blijft goed zitten. Hij is plakkerig genoeg dat hij goed aan je lippen blijft plakken. Maar niet te plakkerig dat hij weer zo niet fijn meer aanvoelt. Deze vind ik heel fijn en makkelijk. Omdat hij dus zoveel kleur heeft, hoef ik niet nog in te gaan met een lipstick eronder. Of een lippot, loodje. Helemaal niks. Je brengt gewoon deze aan en ik ben super snel klaar. Dus deze vind ik heel fijn. Ik loop altijd zo vaak te handelen met een lippot, loodje, een lipstick, een lipgloss. Ik heb gewoon af en toe 3 producten op mijn lippen. En om die te moeten bijwerken de hele dag door, is af en toe zoveel gedoe. Dus zoiets vind ik echt super fijn. Vooral als ik de hele dag weg ben, dan kan ik gewoon snel in één keer bijwerken en klaar. Dus deze zijn echt heel fijn. Voelen super fijn aan op de lippen. En ze laten je lippen iets voller lijken. Dat is ook altijd goed. Oké, dan heb ik ook nog wat nep wimpers. Helaas kan ik ze nu niet opdoen, want ik heb wimper extensions. Maar ik ga ze jullie wel laten zien. Een paar wimpers, specifiek ook die stijl die ik heb ontdekt in 2022, is de stijl Baby van Kleon Cosmetics. Oh my gosh, jongens. Toen ik deze ontving,
Ik heb hem gehad in PR. Hij is wel een beetje, hij is vaak gebruikt. Hij is al wel klaar voor de prullenbak eigenlijk. Maar deze zijn zo ontzettend mooi, jongen. Kijk even hoe mooi, lang en wispy. Nogmaals, ik heb ze al heel vaak gebruikt. Zo zien ze er niet uit als je ze net ontvangt. Maar deze stijl, vooral als je heel veel ooglidsplek hebt hier zo, dan vind je deze echt fantastisch. I love it. Kleon Cosmetics heeft echt goede wimpers. En een nieuw wimpermerk die ik heb ontdekt in 2022. Want toen kwam die bij Pussy Shop. En dat is Lola's Lashes. Jullie hebben mij hier ook al heel vaak over gehoord. Ik heb hier mijn fave style Icons Only. Als jij houdt van een wimper extensions look, dan zijn dit de nep wimpers voor jou. Deze lijken daar echt gewoon precies op. Maar het zijn gewoon normale plakwimpers. Ze krullen echt prachtig omhoog. Het is echt niet te doen gewoon. Ik ga het jullie even laten zien. Ik haal het er even uit. Ook die zijn al wel vaak gebruikt. Kijk even hoe ze omhoog krullen. Kijk even die krullen. Ze krullen echt prachtig omhoog. Ze zijn zo ontzettend mooi. Super duper mooi. Deze zijn ook heel mooi vol. Maar ze hebben er echt heel veel. Maar deze is echt mijn fave. Icons Only. I love it. Dus dit is echt een fantastisch wimpermerk. Dan een make-up product waarvan ik echt nooit had verwacht dat dit een van mijn toppertjes zou worden. Het is echt zo'n Telcel domachtig make-up product waarvan je echt iets hebt van die zijn vast niet goed. Maar ik ben in shock. Tot de dag van vandaag gebruik ik hem. En dat is de Eyebrow Magic wenkbrauwpen. Ik heb hem ook vandaag gebruikt en ik breng hem altijd zo hier aan, zo in het begin. Hiermee maak je de perfecte neppe haartjes. Kijk, dit is dan hoe die eruit ziet. Zoals je kunt zien is hij best wel apart. En deze maakt zo van die neppe haartjes. Dus deze breng ik altijd zo hier zo aan. En het is echt fantastisch. Hij is gewoon te halen bij Kruidvat. Ik zal even wat haartjes maken zo op mijn hand om het te laten zien. Dit is echt fantastisch. Kijk even dit. Ik gebruik hem niet voor mijn hele wenkbrauw, alleen voor hier in het begin. Echt amazing, jongens. Echt, ik ben echt in shock. Ik had niet verwacht dat ik deze zo geweldig zou gaan vinden. Maar letterlijk, tot aan vandaag wordt deze gebruikt. Dus ik raad hem echt aan. Hij is slechts 10 euro ook. Dan een primer voor onder je make-up. Dat je gezicht de mooiste glow geeft. En super mooi smooth maakt. En dat is de e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Super goedkoop. En het is een absolute dupe van deze. De Flawless Filter van Charlotte. Deze is echt heel duur. Deze echter is super goedkoop, jongens. Ik heb hem ook weer vandaag aangebracht onder mijn make-up. Deze is zo mooi. Hij geeft echt de mooiste glow. Ik zou hem wel echt alleen maar aanbrengen onder make-up. Maar hij maakt zo... Kijk even hoe smooth hij maakt. Hij geeft zo'n mooie glans en maakt smooth. Dat is echt de perfecte combinatie. I love it gewoon. En ook weer hier ben ik niet de enige. Een heleboel mensen vinden hem echt fantastisch. Ik ook. En ik heb er ook een hele video over gemaakt waarin ik hem ook de hele dag heb getest. Mocht je meer info willen. Ik heb de kleur 3. Nummer 3 heb ik. Light medium. Ja. Echt amazing. En een super groot flesje ook. Dus hij gaat er heel lang mee. Fantastisch voor onder je make-up. Het maakt echt verschil. Je make-up look gaat echt naar de next level gewoon. I love it. Ook een vraag die ik vaak krijg is: welke bronzer raad je aan? Ik denk dat iedereen altijd heel mooi bronzy, glowy eruit wil zien. Alsof je net naar het strand bent geweest en helemaal glowt van de zon. En dat is dus iets wat een bronzer kan doen. En ik heb een hele goede ontdekt dit jaar. En hij is extra goed, want hij is biologisch, van Inika. Deze Inika bronzer. Inika is een biologisch make-up merk. Een van de beste ook. Ik heb de kleur Sun Kissed. Ik weet niet of er nog andere kleuren zijn. Maar deze is zo mooi warm. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Ook weer zo hier. Ja, je kunt het nou niet echt goed zien door al mijn haren. Hier is hij helemaal. Ik ben vandaag zo mooi gebronsd door deze bronzer. Ook hier breng ik hem altijd zo aan. Deze is echt fantastisch. Hij lijkt echt op MAC Give Me Sun. Maar dan gewoon nog beter. Want hij is dus biologisch. Geen gif en zo. Dus dat is altijd top. Hij is heel mooi warm. Een bronzy. Heeft geen glow. Ja, heeft een kleine glow. Een klein beetje glow. Niet te veel. Hij is echt wowie. Als er iets is wat moeilijk te vinden is, is het biologische make-up. Qua make-up struggelen ze altijd. Maar deze bronzer is echt een uitzondering daarop. Hij is echt heel mooi. A few moments later. Ik heb hem gewoon net kapot laten vallen. Of ja, ben ik een idioot of ben ik een idioot? Ik heb hem kapot laten vallen. Gelukkig is hij nog wel heel, maar deze is er nou van af. Nou, whatever. Wat dus heel luxe is hieraan, is hij gaat ook zo hieronder dicht met een magneet. Dus hij blijft op zich zo ook nog wel gewoon goed dicht. Kijk. I love it.
Oké, en dan heb ik ook nog een betaalbare poeder die ook is uitgekomen een aantal maanden geleden bij Pushy Shop. En het is van hun huismerk en dat is hun poeder. Hun Loose Lipstick poeder. Deze is zo geelachtig zoals je kunt zien. Een beetje zo lichtgeel. En hij is amazing. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Hij is smooth. Hij droogt niet uit. Hij laat je make-up goed zitten. Het is mooi. Het is gewoon wauw. Het is echt, echt wauw. En ik heb ook deze van hun. En deze vind ik ook ideaal om hem mee aan te brengen. Want het gaat zo hier zo perfect onder mijn ogen. En dan breng ik het gewoon zo aan. Er zit nog wat poeder op. Zoals je kunt zien. En dan haal ik het er gewoon weer zo af. En het maakt echt zo mooi. Het laat helemaal geen rare witte waas achter. Of geel of zo. Het is echt, echt een goede poeder. Als deze poeder 40 euro was geweest, had ik er echt 40 euro voor betaald. Zo goed vind ik hem. Dus ik ben echt in shock. Dus als je nog op zoek bent naar een goede gele ondertoon poeder, dan raad ik hem zeker aan. Hij is ook heel, heel zacht op de huid. En hij is ook heel licht geweest. Amazing. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren mijn favorieten van 2022. Vergeet ook niet om mee te doen met de winactie. Laat een reactie achter. Alle info over de winactie en alles wat ik vandaag heb besproken staat allemaal beneden in de beschrijving. En ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Geniet van je avond. Geniet van je dag. En ik zie jullie weer in 2023. En ik heb hier ook nog twee andere leuke video's voor jullie als je nog eventjes verder wilt bingen. En hier mijn hoofd om te abonneren. Doei doei!